Als anesthesist heb ik heel wat keren gezorgd voor een patiënt die een orgaan zou gaan krijgen. En dat varieert van een nier, een grotere operatie, of een kleinere operatie, een hoornvlies voor aan het oog. Ik heb ook heel wat keren gezorgd voor iemand die al overleden was. En dan ging het over iemand die donor was voor zijn organen na zijn overlijden. Zo'n operatie heet een orgaanuitname. Dat is een heel ander soort situatie. En men vraagt zich wel eens af, maar is het dan nog nodig dat een anesthesist daarbij is? Want iemand is toch niet bij bewustzijn, dus is er geen reden meer voor narcose? De reden dat een anesthesist daar toch bij is, heeft te maken met het feit dat een lichaam, wat nog wel werkt in allerlei functies, allerlei reacties kan vertonen. En daarmee kan de bloeddruk omhoog gaan en de bloeddruk kan omlaag gaan. En dat kan nadelig zijn voor de organen, waar het bij de orgaanuitname wel om bedoeld is. En daar heeft de anesthesist dus voor te zorgen. Een andere reden waarom de anesthesist erbij is, is dat er allerlei reflexen kunnen optreden. Een buik die opengemaakt wordt als bijvoorbeeld de nier of de lever eruit gehaald moet gaan worden. Die spieren gaan samentrekken, er komen allerlei reflexen. En dan gaat een anesthesist spierverslappers geven om het werk van de chirurg beter mogelijk te maken. Ook gebruikt een anesthesist wel slaapmiddelen en dat geeft helemaal verrassing. Slaapmiddelen bij iemand die al overleden is. Maar slaapmiddelen hebben meer effecten dan alleen maar het slapen. Een van de effecten is namelijk ook het verlagen van de bloeddruk. En dat is een functie die de anesthesist bewust kan toepassen.